zijn. Oh my god. Hebben jullie de vorige video gezien van Zandvoort? Oh, ik had de dag van mijn leven. Het was echt geweldig. En ik wilde heel graag aan jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ook al is het niet Funko gerelateerd deze keer. Het eerste item wat ik wil vertellen is... dat zit in de was. Ik heb namelijk een t-shirt gekocht waar Norris en een 4 op de achterkant staat van McLaren. Want ja, zoals jullie hebben gemerkt ben ik grote Lando fan. En ik had al een t-shirt van Red Bull. Die hadden jullie waarschijnlijk op het video gezien toen die aan had. Dus ja, dat shirt heb ik al gedragen en in de was gegooid. En hij moet nog gewassen worden. Dus die heb ik hier helaas niet nu bij me. Ook heb ik een hele leuke bucket hat gekocht van Alfa Romeo. Ten eerste, hij zag heel cool uit en hij is flippable. En dan zie je hier ook Alfa Romeo op staan. Samen in samenwerking met Boogie. Zijn me verder niks, maar de auto zag er wel cool uit. En omdat het natuurlijk ook super warm was die dag en ik niks bij me had, dacht ik... ideaal! Het was gewoon vet handig. En ik ben wel van de bucket hats. Is wel echt mijn ding. Wat heb ik nog meer gekocht? Ja, ik had ook oordopjes gekocht, want ik kon mij er niet vinden. Ik ben wel blij dat ik het heb gedaan, want echt waar, die auto's klinken hard. Had ik wel verwacht, maar ik ben wel blij dat ik me dus heb voorbereid. Want ik zou echt doof zijn geworden, denk ik. Want het was echt gewoon... wow. Oh my god. Ja. En toen kwamen we vervolgens een kraampie tegen. Ja, een kraampie. Een winkeltje tegen. Die... oh, hij is beetje stof geworden. Van het merk Tops met Turbo Attack kaarten van de Formule 1. Ik heb er al echt een aantal. En ik kocht die twee. En, en nog een paar losse pakjes om 60 euro bij elkaar te krijgen. En toen kreeg ik die. Een Max Verstappen Diamond. En ik deed dus ook mee aan een loting om een gesigneerde Max Verstappen kaart te winnen. Heb ik niet gewonnen. Maar dat maakt niet uit, want we hebben nog deze twee boxen om te openen. Dus dat wou ik heel graag samen met jullie doen. Want ik dacht... ik maak hier al Pokémon open, dus dan kan dit ook lekker gevarieerd blijven. En ik kreeg dus ook nog een grote Nick de Vries, die je dus alleen daar kon krijgen. Net als die Diamond Max Verstappen, die is dus nergens anders te krijgen dan alleen daar. Dus dat was wel super tof. Dus ik ga ze met jullie openmaken. Dus let's go! Ik moet echt wat aan mijn setup gaan veranderen, want het staat niet helemaal zoals ik had gepland, maar dat maakt niet uit. Hier hebben we twee boxen. Er is ook een paars, die heb ik al een keer zelf geopend. En er zitten ook weer specials in die je alleen in die boxen krijgt. Nou, we hebben hier Nick de Vries. Die helaas niet meer meerijdt, want hij was niet zo goed bezig. Dus we hebben daarvoor in de plaats gekregen Daniel Ricciardo. Dat vind ik persoonlijk niet heel erg. Want daar zijn we allemaal ook een beetje fan van. Ja, ik ben een beetje met het licht aan het struggelen. Dus Nick de Vries. En dan hebben we twee mooie boxen. En dan beginnen we lekker met deze. En ja. Wat wou ik zeggen? Ik heb gewoon de dag van mijn leven gehad. Het was echt zo leuk. En... ja... ik zou het zo nog een keer doen. Eens even kijken wat we allemaal hebben. We hebben hier een groot pakje waar heel veel in zit. En dit zijn volgens mij, ja, de limited edition kaarten. En dat zit er in zo'n blik. Dus we gaan eerst door het grote pak. Die echt huge is, by the way. Waarvan ik geen idee heb wat er allemaal in zit. Want dan ben ik eigenlijk een beetje vergeten naar die vorige box. Maar dat is oké. Want we beginnen met George Russell. Even kijken, dankjewel. Even scherp stellen op George. We gaan door naar Nicola Tsolovlov van de Formule 3. Nog een keer George Russell. Iemand van de Formule 3. Ik hou het gewoon daarom, want ik ken al die namen niet van de Formule 2 en 3. Lance Stroll. Lewis Hamilton. Sergio Perez. Charles Leclerc. Max Verstappen. Een Sainz. Nog een Max Verstappen. Altijd leuk. Alex Albon. Of Alexander Albon. Dat is net hoe je het uit wilt spreken. Iemand van de Formule 3. Oh, het is Lando. It's Friday then. It's Saturday Sunday. What? volgens mij heb ik deze Lando al. Maar dat maakt niet uit. Want meer Lando's is altijd goed. Iemand van de Formule 3. Even kijken hoor. Arthur Leclerc. Dat is volgens mij het broertje van Charles Leclerc. Sorry als ik het verkeerd zeg. Hier hebben we iemand van de Formule 2. Nog iemand van de Formule 2. Hey, Nick de Vries. Valtteri Bottas. Hey, Nick de Vries. Zhao Guan Yu. Nog iemand van de Formule 2. Sorry als ik het niet hardop zeg. Ik vind dat gewoon erg lastig. Nog een keer Zhao Guan Yu. We hebben hier de Fast Pitstop. Nice. Hey,
Dat is toevallig kaart nummer 1 in de set. Die had ik nog niet. Dat is fijn. Hier hebben we iemand. De managing director van Alfa Romeo. Hier de team principal van Alfa Tauri. We hebben hier de pit crew van Haas. We hebben hier de pit crew van Alfa Tauri. We hebben nog een Lando! Yay! We hebben nog iemand van de Formule 2. We hebben hier Pierre Gasly. Formule 2. Nog een Lando! Wat krijgen we veel Lando's? Daar word ik heel gelukkig van. Max Verstappen en Sergio Perez. Alex Albon. Ga scherp stellen. Dank u wel. Charles Leclerc. Nog een keer. En Max Verstappen. Wow, ik kan even niet op zijn naam komen. Maar ik weet dat het Carlos Sainz is. Formule 2. Formule 2. We hebben hier de pit crew van Mercedes. We hebben hier de team principal van... Waarom kan ik niet op de naam? Ik weet wat het is. In ieder geval, deze hebben we toen ook op Zandvoort zien lopen. Was wel grappig. Ik van, wie is dat? En het was iedereen. Dat is hij. Ik van, oh, hi! Nog iemand van de Formule 2. Russell. Oké, nu komen de glimmende kaartjes. We hebben Kevin Magnussen. Lando. Logan Sargeant. Een ondersteboven Max Verstappen. Iemand van de Formule 2. Nog iemand van de Formule 2. Een ondersteboven grapje van de Formule 2. Oh. En Lewis Hamilton. McLaren. Senna. En een Gladiator rookie. Logan Sargeant. Cool. Ik durf niet te zeggen wat ik allemaal heb of wat allemaal dubbel is. Maar ik ben heel blij. Er waren veel Lando's en veel Max'en. Dus yay. En dit zijn dan de specials die alleen voor deze box zijn volgens mij. Als ik het goed heb. Dus we gaan het gewoon allemaal bekijken. Ja, hier zo. City Life is dus waarvan het is. We hebben hier Piastri. Perez. Albon. Zhou Guan Yu. We hebben een gold Nico Hulkenberg. We hebben een legend Nigel Mansell. Ik ken heel veel van die oudere mensen niet, want ik kijk pas 4 jaar. Dus excuse me. Ah, ciao. Oeh, Alonso. Pierre Gasly. Oh, we zijn er nog niet. En een Senna. Cool. Pretty cards, pretty cards. En dan zijn we nog maar bij box nummer 1. Want we hebben hier nog box nummer 2. Dan gaan we ook meteen openen. Is precies hetzelfde ego pakket en een kleiner pakketje. Ja, ik giet het even op de grond. Zijn we nog goed scherp gesteld? Ja, we zijn er weer. Ga gewoon lekker door met openmaken, want daar word ik heel gelukkig van. We beginnen met een Lewis Hamilton. We gaan door naar een Fernando Alonso. Ja, scherp stellen, dank u wel. Dan gaan we naar iemand van de Formule 3. Naar George Russell. Naar iemand van de Formule 2. Wel even laten zien. Dan gaan we door naar Sergio Perez. En dan gaan we naar Carlos Sainz. Max Verstappen. Carlos Sainz. Alex Albon en Logan Sargeant. Die heb ik trouwens 's ochtends in de auto gezien. Bij het hotel. Oscar Piastri. We hebben hier een Pierre Gasly. Iemand van de Formule 3. Formule 3. Nog een keer Lando. En Piastri. Wauw. Valtteri Bottas. En Nick de Vries. En Zhou Guan Yu. Formule 2 iemand. Nog een Zhou Guan Yu. Ah, daar kunnen we niet zonder. De safety car. Valtteri Bottas. De team principal van Haas. Hey, nog een keer de pitstop. De managing director van Alfa Tauri. Alfa Tauri, sorry. Alfa Romeo. Hier hebben we de team principal wel van Alfa Tauri. We hebben hier de pitcrew van Haas. Esteban Ocon. Lando! Iemand van de Formule 2. En Pierre Gasly. Iemand van de Formule 2. En Lando Norris.
en een Carlos Sainz, een Max Verstappen en een Sergio Perez, een Alexander Albon, Charles Leclerc, nog een keer een Max Verstappen, Carlos Sainz, iemand van de Formule 2. We hebben een auto van Mercedes, Formule 2. Hey, Toto Wolff, die kennen we allemaal wel, denk ik. Formule 2. Het is niet dat ik die van de Formule 2 niet net zoveel gun als de Formule 1, maar ik ken al die namen gewoon niet. We gaan weer naar de glimmende. Kevin Magnussen. Oh, Lando! Sorry. Een Alfa Romeo. Alex Albon. Een Max Verstappen. Haas. Haas. Een ondersteboven iemand van de Formule 2. Nog iemand van de Formule 3. Een Max Verstappen. En een Gladiator Flying Fin. Wat drie Bottas. Ik word wel heel gelukkig van al die Lando's. En ik ben trouwens niet de enige Nederlandse vrouw die fan is van Lando. Want ik wou op een gegeven moment dat t-shirt kopen. Van McLaren met Norris op de achterkant. Alle vrouwenmaten waren uitgekocht. Alleen nog herenmaten. Ik dacht echt van wauw. Heftig. Oh cool. Vegas Nightlife. We hebben Yuki. Ik vind Yuki ook leuk. We hebben Logan. George. En Pierre. We hebben een Diamond Kevin Magnussen. We hebben een gouden Nick de Vries. We hebben een Emerald Alain Prost. We hebben een gouden Perez. Een Diamond Albon. En een andere glimmende van Senna. Awesome! Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Een keer wat anders. Ik vond het heel leuk om in ieder geval met jullie te delen. En ik kan niet wachten om ze in mijn map te stoppen bij de rest. En bedankt voor jullie het kijken. Dan bedank ik jullie voor het kijken van de video. Laat hieronder even weten of jullie dit leuk vonden of niet. Of jullie van meer variatie houden. Want dan weet ik dat. Kan ik dat misschien met jullie doen. En dan zeg ik bye. Tot de volgende keer.